Tijdens de OMOEC Digitalisering doet ertoe heb ik heel veel moeilijke vragen mogen stellen over de digitale transformatie van de overheid. Ik heb me bezig mogen houden met digitale identiteit, met digitale inclusie, met de vraag of we digitale grondrechten zouden moeten hebben. Wat ik leuk vond is dat ik allerlei interessante mensen heb mogen spreken over deze thema's, maar ook dat er een heleboel nieuwe vragen naar boven zijn gekomen. Een paar vragen die tijdens het maken van de OMOEC naar boven zijn gekomen zijn bijvoorbeeld: wat betekent de digitalisering voor de organisatie van de overheid? Of wat betekent digitalisering voor de overheid als een soort databedrijf? Of zouden we misschien wat meer naar andere landen moeten kijken om een soort van best practices te leren rondom de digitalisering van onze overheid? Rondom het thema digitalisering wil de overheid blijven leren en ontwikkelen. Heb jij misschien een idee voor een thema waarvan je zegt, daar zou een OMOEC over moeten gaan? Of ken je een voorbeeld van een land om ons heen waar ze hele interessante dingen doen rondom het thema digitalisering? Laat het ons dan weten. Stuur een mailtje naar info@omoec.nl. En we organiseren ook bijeenkomsten rondom de OMOEC Digitalisering doet het toe. Kijk hiervoor op de website van de Vereniging voor Overheidsmanagement. www.fom-online.nl